Welkom beste kijkers bij Albo Sawaar Toernooi TV. In deze uitzending gaan wij voorbeschouwen op de finale dag van het Albo Sawaar Toernooi voor spelers onder de 23 jaar dat dit jaar wordt gehouden op het prachtige sportpark Excelsior van de voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland. Om 11 uur starten we met de wedstrijden om de 11e en de 12e plaats en om de 9e en de 10e plaats. En zo gaan we door met als hoogtepunt om 3 uur de finale wedstrijd tussen LSC onder de 23 jaar en HSC 61 onder de 23 jaar. Helaas gaat de wedstrijd om de 13e en de 14e plaats niet door, omdat Doordloos geen team op de been kan brengen. Het toernooi is in het seizoen 1996-97 opgezet door Jan Blaak, die het later om gezondheidsreden heeft overgedragen aan Rien van Aanrooy, Ab Hoogendoorn en Harry van Meerkerk. Later zijn daar nog bijgekomen Theo Panjer, Bas Rikkers en John van den Berg. Theo Panjer is inmiddels door drukte werkzaamheden gestopt. Dit seizoen werd er gespeeld in 2 pools van 7 teams. De nummers 1 en 2 van de pools hebben een kruisfinale gespeeld met als resultaat dat Alba Streefkerk om de 3e en 4e plaats gaat spelen en LSC HNC 61 om de toernooiwinst. De doelstelling van het toernooi is helder en duidelijk. Jonge spelers klaarspomen voor het seniorenvoetbal en tegelijk het respect hebben voor scheidsrechters en tegenstander. Zo zijn er ook afwijkende regels, zoals tijdstraf, groene en oranje kaart. Na afloop van elke wedstrijd worden er 5 shoot-outs genomen voor de shoot-out-bekaal die uitgereikt wordt op de slotdag. Ook wordt er gespeeld om de Jan Blaak Fair Play Trofee. Het team dat volgens de scheidsrechter zich het sportief gedragen heeft, krijgt deze prijs. Dit gaat volgens een puntensysteem die de scheidsrechter na elke wedstrijd toekennen aan de teams. Als we op de poolwedstrijd terugkijken van afgelopen seizoen, kunnen we tevreden terugkijken. Maar niet achteroverleunen, want er zijn altijd weer dingen voor verbetering vatbaar. Jammer was dit seizoen dat Scheluine enkele wedstrijden voor het eind stopte omdat ze geen 10 op de been konden brengen. Gelukkig was SVS 65 bereid om de opengevallen plek in te nemen. Ook het tegenvallen was dat hoofdsponsor AB Midden-Nederland na vele jaren gaat stoppen als hoofdsponsor. Uiteraard onze hartelijke dank voor vele jaren van ondersteuning. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Weet u iemand? Laat ons het weten, want we hopen nog vele jaren met dit mooie toernooi door te kunnen gaan. Maar zonder hoofdsponsor geen toernooi. Voor het volgende seizoen stoppen er weer 1 of 2 verenigingen, maar er komen er ook weer bij. Zoals het er nu naar uitziet, zijn er ook volgend seizoen weer 14 teams. Ja, en tenslotte komt zaterdag in grote getale naar voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland om te genieten van onze jeugdige talenten. Die finale wordt in een ruime videosamenvatting gemaakt die je op Albo Sawaar Toernooi NL en Regio Voetbal NL kunt zien. Bedankt voor het kijken en tot zaterdag.